Vandaag namelijk over onze broedpopulatie. Nou, hebben we allemaal wel iets met vogels. Ik dacht, ik kan ze allemaal opdreunen. We kunnen ook even met z'n allen meedoen, hè, jongens. Oh, met deze gaat het bijvoorbeeld erg goed. Als het goed is, hebben we een foto van... Dit is de... Rijger. Rijger, grote zilverrijger. Komen er nog meer van in ons land? Dan hebben we deze. Moet ook goed te doen zijn. Uil. Ja. Bosuil. Oehoe. Oehoe. Ook steeds meer. En met deze gaat het dus heel slecht. Onze nationale vogel, Jeroen Smalen... Oh, nee. Ja, ik pas. Ik vroeg hem aan jou, want laat jouw krant er nou net vandaag... Stond er hier ooit ook op zo'n biljet? Overschrijven. Of was dat er weer een andere? Oké, ik ga even naar de krant van Jeroen Smalen. Ja, hè, want die schrijft er namelijk vandaag over, dat AD, over die broedpopulatie. Onze nationale vogel, de grutto, die heeft het namelijk zwaar. Hoe kan het nou dat het goed gaat met de vogels in het moeras en in het zoetwater... en slecht met die boerenlandvogels? Dat vroegen wij. Als je goed kijkt, zie je links de blauwe rijger, in het midden zie je een krakeend en daarnaast zie je de wilde eend. Dat zijn drie soorten die supergoed doen in Nederland. En dat komt vooral doordat het goede moerasvogels zijn. Die profiteren van veel ruimte in het water. Je ziet hem niet, maar je hoort hier een springkaanszanger. Heel mooi zingen, dat is echt een moerasvogel. En die net als de meeste moerasvogels echt is toegenomen de afgelopen jaren. Als je goed kijkt, zie je daar de kievit. Dat is een van de meest iconische weidevogels van Nederland. Het gaat helaas heel slecht met de weidevogels in Nederland. Het komt vooral doordat het grondwaterpeil vaak laag is, waardoor de jongen niet goed naar voedsel kunnen zoeken. Als de aarde te droog is, dan lukt dat niet goed. Dus de gebieden zijn vaak niet goed aan elkaar verbonden. Dus de weidevogels zijn echt een soort die het lastig heeft in Nederland. Dus een hele belangrijke soort om wel te gaan beschermen. Hebben wij hier vogelspotters aan tafel? Nou, dan had ik de gutto wel herkend. Oh ja, dat is waar. Jij niet. Je had gewoon in je eigen krant kunnen lezen. Zeker, ja. Maar ik was te vroeg weg vanochtend om de kranten te zien. Ja, maar ik begreep dat je wel een bijzondere vogel hebt gezien. Net boven de A27 hoorde ik mezelf zeggen. Ik zag een roofvogel met een prooi in zijn snavel boven de snelweg. Ja, dat was wel indrukwekkend. En ik merkte dat ik echt heel erg zat te kijken... en minder naar het verkeer zat te kijken dan eigenlijk moest doen. Ik zat naar het vliegverkeer te kijken boven. Nou, zo hebben we dan deze roofvogel-anekdote nog even meegepakt. Mooi toch.